ging helemaal fout. Mijn oma die ging heel vaak bij Hans Dulver kijken. En toen ging ik een keertje met haar mee. En eerst vond ik het helemaal niks. Maar toen hoorde ik dat saxofoon gewoon een heel leuk instrument was. Dus toen wou ik het spelen. En waarom hou jij nou van jazz? Leuke muziek en... Ja, ik ken gewoon heel veel trompetisten die ook jazz spelen en zo. Ja, wie dan? Bijvoorbeeld Dizzy Gillespie. Of Louis Armstrong. Die zijn al heel oud, hè? En dood. Ja. Ze zijn pas 9 tot 12 jaar oud, de leden van Junior Swing, de jazz big band van de Amsterdamse muziekschool. Deze week mochten ze spelen op het North Sea Jazz Festival for Kids in Rotterdam. Jazzmuzikus Peter Guidi bedacht een uniek lesprogramma dat speciaal gericht is op jong talent. De kinderen kunnen, naarmate ze ouder worden, steeds doorschuiven naar een volgende, betere band. Het is een sterke teamgeest in jazzmuziek. Ja. Ze opgroeien, dus ze doorstromen naar de jazz juniors. Ze blijven samen als een team. Maar je moet ook veel individualisme hebben in jazzmuziek, terwijl je een solo speelt. En dit combinatie van dingen is heel aantrekkelijk voor jongens en meisjes. Omdat ze kunnen hun eigen ding doen, maar tegelijkertijd als een team werken. Het is zeg maar best wel een grote rol, dus dat is wel leuk. Ja, je krijgt vaak solo's en zo. En je hoort de piano heel veel en het is gewoon, de samenklank is heel leuk. Jazz in het algemeen is een positieve muziek. Het is een positief en optimistisch muziek. Weet je, het swingt. Het is alleen maar positief. En soms zie je vooral vandaag dat veel popmuziek heeft een soort agressief houding of negatief houding. Hè? Niet alles, maar wel veel. En jazz is zo positief en als je jongens en meisjes zo ziet. En ook voor de toekomst van Nederlands jazz. Omdat er zoveel talent dat ik weet niet wat ze eten.